Oh, maar daar zit de haai. Zie je hem gaan? Oké, wat is het? Wat is het? Zo, hij doet wel eens een na. Oh! Kijk, kijk, kijk. Oh, zo! Wow, joh! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik zit op dit moment in de auto onderweg naar een afspraak voor mijn huis. Ik heb namelijk een tijdje geleden een afspraak gehad hier in het dorp verderop voor de nieuwe lampen in mijn huis. Omdat we natuurlijk nog steeds niet helemaal klaar zijn met die verbouwing. Eigenlijk de grootste dingen zijn natuurlijk al klaar, zoals de open haard en al die andere dingen zoals de vloer en de keuken. Maar de verlichting in het hele huis klopt nog niet overal. Zoals dus bij de eettafel, daar heb ik nu zo'n hele rare staanlamp staan. Moeten jullie misschien wel een beetje weten vanuit de vlogs. Dus ik ben onderweg naar die afspraak toe, want we gaan daar eventjes wat dingetjes kortsluiten. Ook waarschijnlijk praten over een nieuw lichtplan. En dus nou, de lamp die ik een tijdje geleden al besteld had. Daar zijn nog blijkbaar wat verschillende opties in mogelijk. Dus dat gaan we eventjes bekijken. Maar in ieder geval, jongens en meiden, ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Het is echt 5 minuutjes rijden vanaf mijn huis, dus dat is super fijn. En dan ga ik daar straks naar binnen. Wij zitten hier binnen aan de tafel en ik ga ze even laten zien. Kijk, we hebben hier wat mooie lampen allemaal liggen, waar we straks uit kunnen gaan kiezen. Dit hier, dit soort lampen, dit gaat een beetje hetgeen worden waar ik voor ga. Echt van die ringlampen. Ik vind het er wel heel chic uitzien allemaal. Prachtig. Kijk, hier zie je ze ook. Echt mooi. Dat was kort maar krachtig. Het was even een korte afspraak. Even leuk, snel, eventjes wat dingen bespreken natuurlijk. Ik kon er ook voor de rest niet te veel van filmen, maar ik wil jullie toch eventjes meenemen in de lampen waar ik dus voor aan het kijken ben. Het is zo leuk om een soort van real life Sims te spelen. Hè? Gewoon, jullie weten, ik heb heel veel Sims gespeeld in mijn leven. Ook een hele serie op mijn kanaal gedaan, maar het is zo leuk om het in het echt ook te doen. Gewoon je huis inrichten en dingen bedenken. Ik hou ervan. Daar zijn we weer. Terug thuis. En kijk eens wie er ook is. Zijn we zo net ook even mee? Ja. Zo, Bux voorover? Nee. Oh. Die bedoel je? Bux voorover? Ah, nou, maakt niet uit. Ik hoop dat ik echt nog zo'n bos haar als jou heb, op jouw leeftijd. Maar ja, jouw echte vader, die had ook zo'n kale plekje, ja, toch? Ja, die heb ik het ook, hè. Ja. Is het heel erg? Ja, hè? Nee, het wordt een beetje dunnig. Nou ja, het valt me. Gewoon... Ja, daarom. Hij is bijna 60, jongens. Hij heeft nog een hartstikke mooie bos haar. Hallo, ik ben 58. Dat is bijna 60. Nee, joh. dat is ook. Dat is wel bijna 60 als we eerlijk moeten zijn. Zo, we zijn weer terug. Lin is ook naar de sportschool, jongens. Dus vandaar, die is ook niet thuis, niet op dit moment. Maar mijn vader was gezellig eventjes mee naar die afspraak net. Even lampen kijken, dus dat is leuk. Ja, en zoals ik al eerder gezegd heb in de vlog, ze gaat natuurlijk om de plek hier boven de eettafel. Want die hanglamp hier die je hier hebt staan, dat kan gewoon echt niet. Dus dat is gewoon, dat is niet te doen. Oh jee, kijk dan dit. In je nieuwe cargo broek. Ja, zijn het erg zien dit toch? Nou, die kleine nageltjes van hem. Nee. Hey joh. Kijk hem naar boven klimmen. Kom maar. Oh, donder. Je bent echt een dondersteen. Ik zweer, hij doet wel eens een na. Oh. Kijk. Oh. Oh. Ja, maar... En nu? Ja. Hij doet wel echt zijn naam goed eer aan. Oh. Schatje! Dat zie je toch niet, mijn broek? Nou, dat hoop ik niet, nee. Je gaat erin hangen. Zo, zijn hartje klopt ook snel. Hangen. Leuk, hè? Nee, hij blijft niet hangen. Kijk hem maar hier. Helemaal druk. Die andere ziet er echt zo bij van, oh, leuk. Je ziet echt het verschil tussen, zeg maar, volwassen katten die het niet zo heel veel meer boeit, die gewoon van een afstandje toekijken, en een kitten die alles nog helemaal leuk vindt. Kijk eens wie er terug... Ah, ik was mijn camera aan het klaarzetten. En de telefoon viel. Hij is helemaal kapot. Nee, gek. Jawel. Nee, wat wil je nou? Kijk. Dat was al sukkel. Kijk, yes. Oh, bruine rijst, jongens. Heerlijk. Dit is zo lekker. Ja, dit kan je dus gewoon... Eigenlijk, hè, is hij de dag erna het lekkerst. Ja, dat zei jij pas. Ja, dat is wel zo. Dan is hij echt het lekkerst. Ik heb wel veel honger, ja. Dus... Gooi er maar in. Lin heeft vanochtend weer gesport. Morgen gaan we met z'n tweeën sporten. Dus dat is super leuk. Oh, ja. Ik heb natuurlijk nog steeds personal training elke week. Maar morgen, ja, mijn personal trainer heb ik nog nooit gefilmd. Maar hij vroeg of ik een keertje Lin mee wilde nemen. En of ze dus morgen mee ging. Dat gaat ze doen. Ja. Ik word afgemat, jongens, denk ik. Deze meid is gewoon 6, 7 jaar lang. Hoe lang? Ik denk 6 jaar lang. Gewoon 6 keer per week gegaan. 4,5. 4,5 jaar lang. Ja. 6 keer per week. Ja, soms zelfs 8. Ik ging gewoon 2 keer op een dag. Ik ga sowieso afgemat worden morgen. Ik denk dat het al meevalt, want sinds Frankrijk ben ik helemaal uit mijn gymroutine. En dat is al langer dan 3 maanden inmiddels. Dus
Oké, ja. En het is echt super snel weg. Waar je al die jaren voor traint, als je even stopt, dan is het weg. Het komt ook wel weer snel terug, ja. Maar je moet het wel opbouwen. Ja, nou, we gaan het zien morgen. Ik heb ook, wat ik al zei, nog nooit een personal training gefilmd. Maar morgen ga ik ze ook voor het eerst dat filmen. Want het is wel leuk als we samen gaan. Ik hoop trouwens echt niet dat ik te veel spierpijn heb. Want ik heb net echt een zware leg day gehad. Nu net? Ja. We hebben straks morgen spierpijn. Hey, dan train ik je wel eruit. Wij zitten in de auto. Vang de bal. Ja, nou, bal is het niet echt trouwens. Vang het zakje. Vang het zakje. Ja, zielig. Jongens, ik ben wel echt blij. Dit is ook zo'n kerstkast. No. Ja, ik zat net hard te jammen in de auto toen ik alleen was. Dit is echt een cadeau waar ik super blij mee ben ook met de kerst. De Derby Star Eredivisiebal. Alleen, ik heb geen ballenpomp, dus die moet ik sowieso nog even halen. Dus wij gaan even de deur uit. Gaan we naar een voetbalwinkel eventjes snel? Ga ik voor jou een Feyenoord shirtje kopen? Nee. Waarom niet? Zonde van het geld. Hoezo is dat zonde van het geld? Gewoon, omdat je hem nooit zou gaan dragen, nee. Zeker? Ja, oké, dat is wel waar. Oh, yo, ik zeg net tegen Link, kom, we gaan vanavond lekker naar de bios. Leuk, voor het eerst, want we zijn samen nog nooit naar de bios gegaan. Zegt zij? Ja, zeg het maar zelf. Dan moet ik misschien medicatie innemen. Is het zo erg? Nou, ik heb gewoon de laatste... Vroeger kon ik extreem goed concentreren. Ook met mijn studie. Ja, ik ging echt makkelijk. Ik vond het altijd superleuk. Deze mevrouw is even voor duidelijk. Ze is cum laude afgestudeerd. Op je hbo. Ja, maar dat vond ik altijd leuk. Maar sindsdien echt... Ik kan niks meer. Na 10 minuten is mijn concentratie klaar. Weg. Dus je moet zelfs medicatie innemen? Ik kan niet stil blijven zitten, ik kan geen film kijken. Ik kan, ja, dat merk ik wel vaak. Ik kan gewoon geen film kijken. Nee, jij gaat ook de hele tijd trillen met je been of de hele tijd gewoon... Mijn been, zelfs als ik in bed lig, ik moet bewegen. Ik kan gewoon niet lang één ding doen. Nee, klopt. Nou ja, dan is de bios niet zo'n hele goede plek om naartoe te gaan. Tenzij je dan je medicatie inneemt. Dat klinkt wel heftig. Dit zijn trouwens een beetje de dagen van het jaar natuurlijk, jongens. Dat echt, dit eigenlijk de meest nutteloze dagen van het jaar vind ik dit altijd. Gewoon na kerst, tussen oud en nieuw in, dan weet je gewoon echt niet wat je met je leven aan moet, heb ik dan tenminste. Het zijn echt de meest gekke, rustige dagen ook een beetje van het jaar. Dus ik heb eigenlijk een vraagje aan jullie. Wat doen jullie op deze dagen? Want ook heel veel natuurlijk hebben vakantie, kerstvakantie is nu. Wat doen jullie met deze dagen? Wij zijn beland in de Intertoys. We hebben gevonden waar we voor gingen. Dat is de ballenpomp. We staan even bij de spelletjes te kijken hier zo. Kijk, is het niet leuk om gewoon 4 op een rij mee te nemen of iets? 4 op een rij? Of zou je dat echt nooit doen? Ik speelde daar altijd nog. Die? Ja, bij mijn oma. Ja, dat is echt heel raar. Maar oma heeft altijd alles van die spelletjes in de kast. Daar speelde ik altijd. Ja, toch? Daarom. Ja. Hier, of memory. Dit soort dingen. We hebben eigenlijk helemaal niet echt leuke spelletjes in huis. Dus ik zit even te kijken of misschien wat leuke spelletjes toch mee kunnen nemen. Ja, ik weet het niet. Hier op reis is wel natuurlijk gewoon lekker makkelijk en leuk. Wow, dit is echt leuk. Wie is het? Tenminste, ja, dit is een spel dat ik ook vroeger super vaak speelde. Het is ook 6 plus, zie ik. Echt een leuk spel. Wij zitten in de auto. Ja, pompen maar op, hoor. Pompen! Zo, daar gaat hij. Kijk, en dan mag ik het kutwerk doen. Ja, ik wil het ook doen. Het werkt ook echt niet goed, ja. Is het een kutpomp, ja? Maar hè, train ik die biceps ook gelijk. Lekker, joh. Nou, kijk eens. Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Ja, jongens, we staan voor het stoplicht, dus ik kan het even niet doen. Nou, Gio. Hey. Kijk eens, wat een goede pomp. Zo, lekker hoor. Hoe wil je hem opgeblazen hebben? Hard, medium of zacht? Gewoon normaal. Ja, medium dus. Ja. Dat je nog wel fijn mee kan voetballen. Dus het is wel hard, dus gaat heel je vreef naar de tering. Ja. Naar de... Knoppen. Naar de knoppen. Ja, we hebben het al een keer eerder verteld in de vlog. Lin is, speelde op best wel hoog niveau vrouwenvoetbal. Echt bij de KNVB toch gewoon? Bij het beste team van Nederland. KNVB. Maar ja, hij is toch nog helemaal niet rond? Gek, hij is nog helemaal niet rond. Wel. Dus, hij is toch nog niet rond? Jawel. Waarom lijkt hij vierkant? Nee, niet helemaal vierkant. Wel? Omdat er gewoon even, hij moet, voel maar, hij is echt ook hard zat hoor. Oh. Hij moet niet harder worden. Gaat je vreef naar de knoppen. We hebben hier de bal, we hebben de bal jongens. Oh, hij is echt een beetje zacht, schat. Ik weet niet hoor. Ja, of is het hoe jullie altijd voetballen? Oké, laat zien wat je kan. Trap hem even goed tegen het huis. Hij is niet zacht. Dus niet? Oh. Oh. Hoe noem je dit ook alweer? Wat? Dat je tegen de muur gaat schoppen. Oké, probeer hem te scoren bij mij, ja? Ben jij keeper? Ja. Oké, de camera staat. Het witte is dus het doel. Kom maar op. Kom maar. Denk je nou echt? Tussen daar en daar. Oké, denk. Oh ja, hoe dichtbij ga je ook? Kom maar. Oh, ik moet van achter. Ik moet gewoon een schot doen. Ja. Het is gewoon een soort van penalty. Wow, goed in het hoekje ook gewoon. Ah, dit was nummer 1. Laat maar bij jou dan, laat maar bij jou. Nee, ik ben echt... Ik heb dus echt een trauma voor keeper. Oké, ready? Nee, ik durf het niet. Oh god.
Nee, dat meen je niet. Wat? Oh, joh. Wat pak je nou heen? Oké, voetbal was niet mijn talent, zo te zien. Dit was echt heel scherp. Ik zag je gestopt. Helemaal in. Wat? Oké, okay, ga nog één keer staan. Jij één keer, ja. Ik? Jij gaat staan. Nee, maar ik ben echt bang als die bal op me afkomt. Ja? Nee, schat, nee. Ik ben eigenlijk echt bang. Kom dan. Oké, okay, speel mij maar uit. Waarom? Kom er maar voorbij, kom er maar langs. Ah, toch een leuke doodje voor de kerst. Eigenlijk moet het niet groter. Ja, we hebben net niet genoeg ruimte hier eigenlijk. Het is net niet lekker hier. Ik blink. Zie je, Nick? Geef jezelf maar bijna een pannen. Nee, ik wil dat bij jou pannen geven. Die katten zitten hier ook te kijken. Wow, ik ben buiten adem. Ja, hè? Jij ook, slechte, hè? Conditie. Nee, hoe kom je daar nou bij? Oké, neem maar aanname. Wow! Ja, ik zie wel een techniek hier. Oh, zo! Wow, joh! Hij is kapot. Nee, hij is niet kapot. Nee. Ik zag dat hij ernaar ligt. Doe over mij heen loppen dan. Over je heen? Ja? Ja, 2 meter. Wow, ja, het lukte wel. Zo, we zijn weer terug binnen. Oké, jongens, wie is er beter in voetbal? Ja, of ik? Denk jij? Denk je? Nee. Zo, dat eerste schot dat ik net gooide was echt niet best. Die ging echt zwaar langs het huis. Ik denk wel dat ik van jou zou winnen. Denk je als we 1-1 zouden doen? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, eigenlijk, ik heb geen doeltjes meer volgens mij in de tuin. Dan zou ik zie hier testen. Een uitdaging. Ja, het is echt jammer dat het winter is. Want straks in de zomer kunnen we natuurlijk lekker helemaal gebruik gaan maken van de tuin en alles. Maar kunnen we dat allemaal gaan doen. Want Lynn heeft ook nog helemaal de zomer niet meegemaakt natuurlijk. Gaan we dan wedstrijdje tegen elkaar doen? Ja, gaan we van die doeltje kopen. En dan gaan we wedstrijdje. Feyenoord Ajax. Ben jij Ajax dan? Nee, ik ben Feyenoord, maar we moeten dan toch 2 clubs doen. Nee, dat is toch PSV uit Brabant? Ik haat PSV, dan moet jij PSV zijn. Omdat jij Feyenoord? Ja. Oké. Ik heb echt niet best veel over. Echt te ver. Wij gaan gezellig vanavond even lekker uit eten. Een soort van date night, maar Alex is er ook bij. Hè? Maar dat is eigenlijk gewoon ons kind. Alex is gewoon ons kind die gewoon lekker gezellig meegaat. En jij maakt voor ons andere kind die wat op de bank. Ja, kijk. Dan kan die onder. En dan is het voelverstopt voor de andere katje. Een soort van tent voor want donder. Want hij zit de hele tijd daar in het hoekje. Ja, dat is wel echt zijn plekje inderdaad. Ja, dus dan kan die daar onder. Cute, hè? Kan die daar lekker chillen. Ja, nou, we laten hem deze dag gewoon ook de hele tijd lekker hier beneden bij de katten. Want het gaat echt super goed. Ze doen hem niks. Het was de eerste dag natuurlijk nog even een beetje aankijken en alles. Maar ja, het gaat echt ontzettend goed. Dus dat is fijn om te zien. Hij leeft lekker zijn leventje hier. Ja, dit is ongemakkelijk. Sta je bij het rode stoplicht? Oh, gelukkig. Hij rijdt iets meer door. Ik heb net koude asociaal inhalen. Oh, echt? En dan staan we nu alsnog bij hetzelfde stoplicht. Oh, gelukkig komt hij niet naast me staan. Auw, die camera kwam tegen mij. Oh, sorry. Zo hard deed je. Wij zitten in ieder geval in de auto onderweg naar Alex en jongens en mij. We gaan hem dus ophalen. Dat is altijd zo ongemakkelijk als je dat iemand inhaalt. En dan uiteindelijk kom je toch weer bij hetzelfde stoplicht te staan. Hé, hey, daar hebben we de man. Hé, hey, hou ze vast. Wat? Nee, ik doe niks. Het is niet... Nee, ik doe niks van jou. Het vuurwerk, dat zie ik. Ja, ik wil het even hier afsteken. Ik wil het even proberen. Het in de wijk. Wat? Dit mag wel, toch? Het is vuurwerk. Ja, niet zwaar vuurwerk. Ja, vuurwerk is vuurwerk. Is dat echt zo? Wacht, ja. Dat hier echt niet? Ja. Oh. Ja, je kunt dat doen, maar straks zeg jij weer gezegd. Met wie? Doe je restaurant zo meteen. Ja, ja. Oh, kut, ik wil dit even uitproberen. Maar dat, zeg maar, ik neem aan, ja, dat ik dit wel. Ik wil proberen. Ja, ik snap dat het zware vuurwerk niet mag, maar ik wil wind. Wacht, ik ga hem nu even afsteken. Nee, doe even normaal. Ik ben natuurlijk niet gek, ik ben helemaal gek geworden. Wat denk je nou zo? Jij weet het nooit met jou, hoor. Je weet het nooit met jou, hoor. Nou, wij gaan even lekker wat eten bij Pavarotti in Kijkduin. Pavarotti? Pavarotti, ja. Pava. Pavarotti. En ze hebben daar iets speciaals. Kava. Want ze hebben daar haaien in het restaurant. Weet. Ja. Ja. Dat is echt zo. Echt? Ja, gewoon een hele grote aquarium hebben Hoe ze daar. Groot? Echt. Het... Ja, gewoon een hele bak.
Gewoon echt heel groot. Maar is misschien al niet weg eigenlijk? Kan dat niet? Is het weg? Die ging toch weg als hij vergroeid is naar een andere... Die haai? Ja, weet je niet meer? Oh ja, ze zouden die haai inderdaad overzetten naar een grote bazin als die uit de kooi zou groeien, maar ik weet niet of... Zal het dan niet zo ver zijn? Ik weet niet of je... Zal het dan niet zo ver zijn? Ga matten. Hey Alex, ik ben ook steeds strontziek van jou, hè? Nee. Ja. Mijn schuld? Ik kan even goed door Gio zijn. Nee, jij was ziek. Jij hebt Lin aangestoken. Van de fucking wereld was ziek. Maar het is echt al bijna 3 weken nu. Ik ja, maar het is nog niet super ziek. Het is zo'n irritante verkoudheid. Ja, continu verkouden. Continu. Geparkeerd en al op naar het restaurant. Ik mag hem wel wassen. Kijk, we staan een lekkere pornstar martini, jongen. En een watertje. Hé, hey, lekker man. Maar kijk, hey, ik zei het, hè. Haaien in de ding. Ja, hij zit erin. Ja, en hij... ja nu ik nog. Ja. Nee, ik ben denk ik wel te groot voor deze pak. Nee, maar die past echt wel in... Ik snap de hele grap wel, want het slaat helemaal nergens op. Nee? Nee, nou, ik vind het echt nergens over elkaar. Vind jij niet dat mijn ogen ver uit elkaar staan? Nee, vind ik echt nergens over elkaar. Ja, ik hoor wel heel vaak van mensen die het ook gewoon niet zien inderdaad. Ik snap die hele hype. Ja, omdat mensen elkaar na gaan praten, maar ik snap de hype. Ja, dat is het wel. Mensen praten elkaar wel echt heel erg na. Als mensen één ding lezen, dan gaan ze dat ook napraten. Ik vind het echt wel lang. Wat? Over je ogen. Maar ik zei dit echt vanaf day one. Dat ze uit elkaar staan. Ja, nee, eerst zag het mijn wenkbrauwen altijd. Ja, maar die... Ja, dat compenseert met je ogen. Nee, ik ben het er niet mee eens. Maar dankjewel, schat. Ja. Jij moet er naar kijken de hele dag. Dus dan is het fijn, toch? Ja. Kijk, het is wel mooi hoor, die beesten zo. Wat leuk om te zien. Oh, hij komt. Hij komt daar boven, daar zit de haai. Zie je hem gaan? Maar dit is ook dit is wel echt een 10 keer groter gebak dan wat ik thuis heb. Ja, dat is ook vis. Dat is een kreeft. Zo, check dat beest daar, joh. Kijk die daar. Kijk dat. Zijn mooie dus, ik heb echt helemaal niets met vissen. Nee? Ik vind dat zo'n saaie dingen. Ik vind het echt interessant. Ik vind het mooi. Echt een heel leven op zich, zeg maar. Ik weet niet, ik heb er echt niets mee. Ik hou wel van honden en katten en zo, maar vissen vind ik echt... Ja, het is wel heel anders. Het is wel heel anders. Ik vind vissen wel mooi om naar te kijken. Hoor. Ja, om naar te kijken. Wat? Ja? Dat heb jij ook gedm'd zeker? voordat ik dat kende. Wow, kijk dan echt gave beesten hebben ze hierin. En hier kan je echt veel grotere dieren in dan, doen natuurlijk dan bij mij thuis. Veel meer ruimte. We hebben hier het favorietje van Lin. Pizza carpaccio is dat. Ga je die nemen? Ja, ik weet niet of dat die hier lekker is. Maar waar ik het altijd at was die zo lekker. Pizza carpaccio, het klinkt wel lekker. Yo, check dit. Kijk dan. Wat een gekke beesten zit er allemaal in, joh. Deze is ook wel gek, hoor. Kijk hoe lang die spriet is. Ja, inderdaad. Zo, die is echt heel lang. Ja. Zo. Ik heb ook al lang een spriet. Spriet. Ik krijg een DM. Gio, je Lin, vader, moeder, lieve zus en zwager en de 4 katjes zijn helemaal leuk en lief. Maar die patatboer Alex uit België vind ik echt een ongelofelijke uitslovende paardenlul. Skippen die vent. Hoezo ben ik uitsloven? Weet ik veel. Ik ben dan even aan het toch? Jij uitsloven? Nee. Als iemand niet uitslovend is, is het Alex. Hoe oud is het kind? Waarschijnlijk nee, dit is een volwassen man. Oh ja, maar ja. Dit is dus hoe een pizza carpaccio eruit ziet. Kijk. Zo, wel lekker dit hoor. Ja, dit is echt lekker. Zo, het ziet er echt goed uit. Even bijschijnen, kijk. Nice. Ja. Eet smakelijk. Nou, ik heb gewoon standaard pizza margarita. Lekker. Staat hier al een kreeft gewoon echt 10 minuten stil. Ik denk dat hij de vlog wil. Dat is het. Kijk eens. Echt die tentakels, joh. Wat een gekke dieren zijn dit, hè. Zo raar toch dat dit leeft. Wow. Waarom moet die camera eronder? Alex, Lin. Alex. Lik het van mijn arm. Wow, joh, hele glas omgegooid over Alex. Wow, wow, dit wordt juicy. Is kinky. Nou, hey, sterkte, jongen. Is de broek dan nat of niet? Ja, die is wel nat, ja. Dat is wel wat anders. Niet door het drinken, hoor. Nee. Heeft er iemand een servietje voor mij? Nou, de laatste vis komt even gedag zeggen. Kijk, ook gave beesten. Ja, ik ben dus wel echt fan van vis, jongens. Ik vind het prachtig allemaal. Ik vind het echt prachtig. Loop anders even om het hoekje. Oeh. Hai, komt ie. Oké, wat is het? Wat is het? Wat is het? Oh, dat is het letterlijk. Oh. Gaat hij nog klappen? Dit is gewoon een grondbloem. Dit is echt helemaal niks gewoon. Nou, dit is het. Het is een flash. Boem. Ja, ineens zie ik het knal straks. Het lijkt wel een Romeinse kaars, maar dan een mini. Ja, oké, dit was echt heel zielig. Dit vuurwerk hebben we dus gekocht bij de Albert Heijn. Maar dat is niet best. Heb je? Hey, wat zijn we kwijt? Een bonnetje. Parkeerkaartje.
Ja, nee, die heb ik hier. Oh, gelukkig. Ik weet niet. Een bonnetje. Nou, maar niet uit. Nou ja, kijk, je kan niet veel verwachten van vuurwerk bij de Albert Heijn trouwens. Maar dit was... Hé, hey, dit was dat vuurwerk wat ik bij de Albert Heijn had gekocht. Ja. Nice. Wel een beetje zielig weer. Ja, een beetje wel. Biedt uw parkeerticket aan. Ja, rustig. Rustig. Met liefde doen, Lin. Ja, je moet er niet zo inrappen. Nee. Dit is niet... Doe het met liefde. Dit is niet het goede gaatje. Nou, kom maar hier. Godsamme. Jeetje. Wacht, waar moet hij hier erin dan? Ja, u heeft betaald. U kunt uitrijden. Oh. Ik heb niet betaald. Ja, dat stond er. Maar dat is gratis, eerst anderhalf uur. Ja, had je dat niet eerder kunnen zeggen? Zeg dat niet toen we binnen zijn. Zeg dat even eerder dan. Ja. Zeg dat. Wij je helemaal moeilijk doen met het kaartje. Nou, maakt niet uit. Alex. We hebben lekker gegeten, dus dat was het belangrijkste. Wij hebben Alex thuis afgezet. En kijk eens, we komen thuis. Is het plan gelukt? Ja. Echt? Ja. Oh. Echt schattig. Ja, kijk eens. In zijn tentje. Hé, hey, vriend. Oh, ik zou even niet heel dat ding in zijn gezicht schijnen. Een beetje zo. Ah, hij is niet helemaal scherp. Oké, toch wel een beetje in zijn gezicht schijnen. Hij is toch eronder gaan liggen. Nou, mooi. Want ik heb die kat ook niet bij zijn eten zo. Nee, en het deken ligt nog precies hetzelfde. Dus de katten hebben hier ook niet bij gezeten. Top. Oh. Nou, goed verzonnen van Lin. Ik ga even de lichten aanzetten. Hé, je bent niet bij hem geweest, hè? Nee, je bent niet bij hem geweest. Ah. Poepies. Wij zitten hier lekker te chillen, een beetje met de muziek op de bank. Hé, hey, maar jij vindt dus niet dat mijn ogen uit elkaar staan? Nee, ik snap echt niet waar het vandaan komt. Nee? Nee. Ja, het is dus het gek. Ik zei net al, sommige mensen zien dat wel erg, sommige mensen zien dat helemaal niet. Ik weet niet wat het is. Nee, ik vind het echt overdreven. Ja? Ja, als ik zo kijk in de nee. Wat? Nou, oké. Okay. Oké, okay, misschien wel leuk om in de comments achter te laten. Wie ziet het wel en wie ziet het niet? Goeie vraag. Het is tijd om weer lekker naar bed te gaan. En kijk eens aan, dat gaan we weer doen onder ons fluffy dekbed. Het ziet er echt uit als een troep hier, maar dat komt omdat die kat hier natuurlijk even een paar dagen in leeft. Dus vandaar dat alles een beetje, ja, rommelig door elkaar heen staat met een kattenbak. En kattenbak grint hier over de vloer. Maar dat maakt niet uit, want dat kunnen we beter allemaal pas opruimen straks als die kat er niet meer komt te zitten. We gaan lekker naar bed. Hoe vond je je eerste nacht in het roze dekbed? Lekker. Ja? Het was zo warm. Het was echt warm. Gaan we eerlijk vertellen hoe laat we eruit waren vandaag? Ja, zeg het maar. Zeg jij maar. 12:30. 1:00. 1:00. Ja, klopt. Nee, het was 12:30, want ik had om 1:00 een afspraak inderdaad. Er zit een kat daar op mijn lens ook. We waren echt pas om 12:30 het bed uit, omdat het zo lekker lag. Morgen gaan we dat niet doen, want morgen hebben we dus om 9:00 personal training samen. Dus dat gaat super leuk worden. Ik ben heel benieuwd hoe dat ook gaat. Maar ja, het bed was echt lekker. Het is echt een goede deken en hij is dus van de Action trouwens. Maar hij is al uitverkocht, omdat zoveel mensen hem nu dus ook al besteld hebben. Dus dat is hartstikke leuk. Want ja, het ziet er ook wel leuk uit natuurlijk. Kijk, ik snap dat je als jongen zijnde misschien dit niet in je eentje heel leuk vindt op je kamer. Maar nee, het is echt een chill dekbed. Nu trouwens, dat zeg ik wel, maar met roze voor jongens is ook helemaal niks mis mee. Ik heb ook genoeg roze kleding of andere dingen. Maar ik snap wel dat dit niet je eerste keuze is als je... ja. Het is tijd om... Om te gaan slapen. Zo, gaat dat goed? Jongens en meiden, wij gaan lekker pitten onder de mooie deken. Ik hoop dat jullie dit vlog leuk vonden. Want het is bijna nieuwjaar. Bijna 2024. Dus ja, we gaan jullie allemaal in 2024 zien. Wow, dit lijkt echt alsof het trouwens, als ik die vlog afsluit, dat ik geen nieuwe vlog meer ga maken. Oh, ik dacht je zit daarin te filmen. Nee. Jongens en meiden, dit was de vlog van vandaag. Morgen om 11:30 komt weer een nieuwe vlog online. Binnenkort ook natuurlijk de dag dat we lekker oud en nieuw gaan vieren. Gaat superleuk worden, maar wij gaan lekker slapen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen, bedankt voor het kijken. En ik zeg later. En jij zegt doei. 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 Dat is echt jouw ding. Doei. Ja, zo doe jij de outro gewoon. Doei. Ik zeg later, maar jou is gewoon... Doei. Tot morgen. Oké, dus ik bedank jullie voor het kijken en Lin zegt... Doei, tot morgen.